Wat gaat er door je heen? Wat voor dingen maak je mee? Ja. Wauw. Heel gevaarlijk. Oh. Herrie op een tafel. Ja. Hallo lieve mensen. Het is me wat. Afgelopen week is mijn droom uitgekomen. Als je mij volgt op Instagram, dan weet je het grote nieuws al, maar zo niet. De oplettende kijker van dit kanaal heeft vast wel gezien dat ik regelmatig chocola eet. Er gaan meerdere repen per week doorheen bij mij thuis. Als ik op visite ga bij vrienden, liggen er altijd een paar repen klaar. Steltje feeders. En ik heb echt ontelbaar veel receptenboeken over chocola. En daarom is het zo fucking te gek dat ik samen met Hands of My Chocolate mijn eigen... hele eigen chocoladereep heb mogen ontwikkelen. In deze video ga ik je laten zien hoe het er achter de schermen aan toe ging. Behind the scenes. Want we zijn er stiekem al een jaar mee bezig. En ik kan je vertellen, dat was heel interessant. Tam tam tam. Oké, jongens. Ik ben namelijk met Max bij Hands of My Chocolate in Hilversum. Hier zit Kitty. Zij heeft het 5 jaar geleden is zij hiermee begonnen. En Kim, die de producten maakt, bedenkt, ontwikkelt. Ik ben Max. Ik mag ook mee. Jij mag ook mee. Ja. En we hebben dus net de eerste meeting gehad. Waarbij we het hebben gehad over het concept en het idee wat zij hebben bedacht. Om dus mij een eigen reep te laten bedenken. Nou, en als je ook maar één video van mij hebt gezien, dan weet je dat dat... alles is waar ik van droom en zo goed bij mij past en maakt me zin af. Je zal er juist meer over zeggen, ja. Stop secret, hè, jongens, niet over vertellen. Nou, dat was dus de eerste meeting. Maar stiekem had ik het jaar daarvoor, geloof ik, al een keer een koffie gedronken met iemand van Hands Off. En had ik heel quasi nonchalant laten vallen, een keer op 110, dat ik echt heel graag mijn eigen chocoladereep zou willen ontwikkelen. Nou, dat heeft dus eventjes in de week gelegen, gadver, bij hun op kantoor. En opeens gaven ze me een belletje. Ze nodigden me uit en hierna volgde de brainstorm over de smaken. En dat was misschien stiekem wel het allerleukste van het hele proces. De mogelijkheden waren extreem. We hebben uiteraard aan kaas of vleesmaak gedacht, maar ook champiboe. Maar al snel gingen we door naar de uiteindelijke smaak. En dat is geworden... tromgeroffel. Birthday cake! Die beslissing neem je om allemaal redenen. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste trends? Wat vinden mensen nu lekker? Wat doet de concurrentie van Hands Off? Wat kunnen we goed maken in de fabriek? Etcetera, etcetera. Op naar de smaakontwikkeling en toen was daar het allereerste proefmoment. Marije, wat zijn we aan het doen? Oké, we zijn op kantoor bij Hands Off, want jullie zijn 5 jaar geworden. Nee. Zeg nu alsof Kim 5 is. Kim is 5. Maar we hebben de eerste stalen, noem je dat zo? Ja, proefstalen. De eerste iteratie? Ja, de eerste proefstalen van onze reep. We moeten even naar een andere kamer, want er komen al mensen binnen voor het feestje. En mensen mogen het natuurlijk niet weten. Dus we moeten even geheim doen. Maar hey, eerste reactie? Ja, ik vind dit er wel echt heel leuk uitzien al. Ik vind het super leuk dat jullie zo om je heen zitten kijken van, oh, het is geheim, het is geheim. Maar hier zie je dus de spikkels niet zo. Nee. Goed op. Eigenlijk vrijwel niet. Nee. Nee, dat is jammer. The moment of truth? Yes. Oké, momentje. Wat gaat er door je heen? Wat voor dingen maak je mee? Ik vind het mooi dat je aan het doen bent alsof je een soort wijn aan het proeven bent of zo. Misschien moet ik nog even gorgelen. Ik zit gewoon te denken dat ik proef. Kijk, als ik puur denk van wat heb ik in mijn mond, dan denk ik lekker. Ja, lekkere chocola. Top, crunchy erin. Maar het is natuurlijk nog niet de smaak die je wil voor wat je op de verpakking zet. Ja, en het is niet... Ja, gewoon lekker is niet genoeg. Nee, gewoon lekker is absoluut niet genoeg. Ja, je moet wel echt denken... Hé, wat proef ik? Oh, ja, wat... Dit is iets bijzonders, ja. Bijzonder. Nou, toen nog verder ontwikkelen en fine-tunen. En er komt zoveel meer bij kijken dan wat je van tevoren bedenkt. Zo hadden we op een gegeven moment aardbeistukjes. En moesten erop letten dat die niet te groot waren. Anders dan zou de machine verstoppen. Probleem. Ook hadden die een bepaald percentage palmvet, die aardbeistukjes. En dat wilden we allebei absoluut niet. Dus moesten we weer verder zoeken. Nou, echt heel gedoe.
Uiteindelijk zijn we na een stuk of 14 keer uitgekomen op een reep van donkere melkchocolade met een laagje witte chocolade, met disco dip, merengue stukjes en aardbeistukjes. Feest! Overigens hebben we erover nagedacht om hem vegan te maken, maar zelf vind ik pure chocola niet zo heel erg lekker. En goede kwaliteit melkchocolade die dan vegan is, dat was helaas nog niet mogelijk. Zo, hallo jongens. Het is inmiddels januari. En we hebben de nieuwe stalen chocolade samples. Dit stalen chocolade? hebben wij opgestuurd gekregen omdat we niet zo snel konden meten. Er is best wel wat veranderd aan de receptuur. Mm-hmm. En ja, spannend moment. Want ja, dit kan hem zijn. Dit kan de chocola zijn. En dit is hoe die eruit ziet. Oh. Spiegeltje. Spiegeltje. Oké. Dit is wel een feestje in je mond hoor. Ik krijg een lamme arm jongens. Wil jij hem even overnemen? Oké, dit is wel heel speciaal. Ja, oké. Speciaal als in, oh, ik vind die nieuwe schoenen echt heel speciaal. Of ik vind speciaal een heel moeilijk woord. Wel ja, echt lekker. Nee, ik bedoel echt lekker. Hm? En ik heb het nog nooit zo geproefd. Anders hou je die camera even op het plafond. Nou, anyway. Dus, oh. Er gebeurt best wel veel. Ja, maar... Ja. Maar dat vind ik dus spannender klinken dan het is. Want het is vooral fucking lekker. Ja. Er gebeurt wel van alles, maar niet gek op. Dus echt... Je proeft nog steeds echt de goede chocolade. Oké. To be continued. Echt lekker. Ja, fucking lekker. Echt wel lekker. En toen vonden we de reep perfect en gingen we hem testen onder de consumenten. Hallo lieve mensen, ik ben vandaag op de huishoudbeurs. Ja. Ik denk dat het 10 jaar terug is dat ik voor het laatst op de huishoudbeurs was. Maar we zijn er weer, want we gaan iets super tofs doen vandaag. Hierachter zie je al de stand van Hands of My Chocolate. En we gaan vandaag consumententesten doen. We gaan dus mensen vragen of ze anoniem een stukje chocola willen proeven. Eentje van onze concurrent en eentje van onszelf natuurlijk, mijn reep. En dan willen we uiteindelijk hoger scoren dan de concurrent. En het liefst sowieso een 7,5 scoren. En als dat lukt, dan gaan we door. En als dat niet lukt, dan gaan we weer naar de tekentafel, zeg maar. Dus heel benieuwd. Hele spannende dag. Oh, ik liet trouwens helemaal niet de stand zien, zie ik nu. Daar is de stand. Ik ga hem hier zo laten zien. En. Eerste reactie. Dat jij hier wel heel goed bij wegkomt. Ja? Ja. Vertel. Oh, die andere is zo tering zoet. En deze is gewoon sprankelend. Het is wel even een primeurtje. Je bent de eerste die hem proeft, zeg maar. Yay! Ja, deze zou ik zeker kopen. Oh. Geven jullie de reep? 8,5. 8,5. Ik heb een 7,5. 7,5. Ja. Yay! Een 9. Een 9? Ja. Heel fijn. Heel erg lekker. Echt ja? Super lekker. Ja. Wat fijn. En wat voor cijfer zou je geven? Een 9. Haast 10. 9,5. Vervolgens moest ik natuurlijk weten waar al dat lekkers vandaan kwam en hoe dat precies gemaakt wordt. Jongens, ik snap dat jullie hierna echt knetterjaloers op mij zijn en mij echt gaan haten om hetgeen wat ik vandaag ga doen. En dat is namelijk de chocolade... Doe eens even zachtjes. De chocoladefabriek in België bezoeken. In België hebben ze natuurlijk de lekkerste chocolade. En wij gaan een rondleiding krijgen en erachter komen wat er allemaal bij komt kijken. Er is natuurlijk heel veel over te vertellen over chocolade. En ja, is natuurlijk wel... Dreams come true natuurlijk. Chocoladefabriek. Ik bedoel, daar droom je toch van als kind. De geur is hier onbeschrijfelijk. We zijn, wist ik niet eens, in de allergrootste chocoladefabriek
hier ongeveer elke dag een kilo chocola uit. Wauw. Nou, een paar uur verder en we hebben echt zo ontzettend veel geleerd over hoe chocola uiteindelijk gemaakt wordt. Ik vind het echt mega interessant allemaal. Ik sta hier trouwens ook weer achter een geweldige... Hallo, dit zijn gewoon allemaal chocoladedruppels met allemaal echt alle verschillende intensiteiten en smaken en... Maar het is gewoon echt heel erg leuk om te weten waar precies de chocolade vandaan komt. Die ook dus in mijn reep zit. En hoe dat allemaal gemaakt wordt en wat er allemaal voor nodig is. En zoveel detail en zoveel handwerk. En zo. Het is gewoon ongelooflijk. Zo interessant. Nou jongens, inmiddels was het april 2019 en kwam dan eindelijk... Het moment waar ik zo lang naar uitkeek. Zo, waar is dat mens vandaag nou weer? Nou, dat mens is wederom in België. Samen met Max trouwens en Kitty natuurlijk van Hands of My Chocolate. Zie de vette jeep. De reep wordt namelijk bij twee verschillende fabrieken gemaakt. De eerste fabriek wat we al hebben gezien is echt de chocolade. Echt het maken van de chocolade. En deze fabriek zorgt ervoor dat alle smaken worden gemaakt en alle toevoegingen erin worden gedaan. En nou ja, gewoon waar de reep echt uit de machine komt, zeg maar. En vandaag is een speciale dag, want mijn reep wordt vandaag voor het eerst geproduceerd. Dus daar moeten we natuurlijk bij zijn. Wat nou als het misgaat? Wat gebeurt er dan? Hebben we daar een idee over? Ik wil niet in België blijven wonen tot ik de reep lukt. Ook hier mogen we weer niet zo heel veel filmen. Maar ik ga natuurlijk proberen zoveel mogelijk aan jullie te laten zien. Want ja, het is elke keer zo interessant wat er allemaal gebeurt in die fabrieken. Vind ik in ieder geval. En het is sowieso echt chocolate paradise. Dus ja, we gaan kijken. Yay! Wat zat jij te knikken? Ik dacht, het is chocolate paradise en zo temptation. Waarom voor mij? Dit is het hoogtepunt van mijn carrière, ik kan stoppen. Nu kun je gelukkig sterven. Ja. En toen kwamen we alweer uit bij afgelopen week het moment dat we de reep gingen lanceren. En dat die eindelijk in de winkels kwam te liggen. Nou jongens, fast forward. Ik had al veel meer willen filmen, maar ik kan nu pas weer een beetje ademen. Ik ben inmiddels op de launch van onze chocoladereep. Moest ik daarover nadenken? Wat was het ook weer? Even zenuwachtig. Want het is altijd spannend als mensen voor jou komen. En ik voel me altijd heel erg opgelaten. Dat ik dan, ja, dan wil ik iedereen altijd helemaal kapot knuffelen en zo. En dan, ja, daar ben ik dan gewoon zo dankbaar voor. En dan wil ik dat zo graag laten merken. En dan, ja... Je weet toch ook hoe dat op je eigen verjaardag gaat, dat een beetje. Maar goed, we zijn nu op de lunch. Ik ben er klaar voor, denk ik. Ik heb wat krullen in het haar. Hallo meneer. Hier heb ik mijn make-upje op. Ik heb een YouTube tutorial gevolgd. Ja, ja, ja. En ik heb een hele mooie jurk aan. Helemaal in het thema. En de eerste gasten zijn inmiddels binnen, dus ik ga even gezellig hoi zeggen. En vanaf hier neemt Max de camera over. En Max is niet de allerbeste cameraman, dus alvast excuus voor de beelden. Maar veel plezier ermee. Is het niet? Kijk eens even, mijn eregasten. Want, ja. Nee, maar jullie hebben mij de smaak geïnspireerd. Nee, zo. Ja, want... Kleurrijke maar echt. Ja, sorry, ik hou me op. Nou, wij waren dus met twee alle op vakantie vorig jaar naar New York. En toen ging Gregor de birthday cake milkshake drinken. En dacht ik, oh mijn god, dit is het lekkerste ooit. Ik moet dit in mijn chocola proppen. Yay! Ja, dit is zo good. Hallo Maxi. Ik kom kou van mij, hè. Kijk, er zijn allemaal gezellige mensen. Oh. En decoratie. En dingen. En mijn moedertje. En Willem. En tafeltje. Nou, dat een beetje.
Review momentje. Deze zijn van mij. Ja. Deze is van mij. Ja. Deze is van mij. Ja. Deze is van mij. Ja. Dit is ook van mij. Oh, zeg je dat? Mascha deed even een klassieke hands off my chocolate. Ja. Ik vind het echt heel lekker. Ja? Ik vind het echt heel nice. Jij houdt van zoet natuurlijk. Dit is helemaal jouw shit. Dit is helemaal mijn shit. Echt helemaal jouw shit. En jij, Mas? Nice. Jimpy? Dan moet toch deze storen, deze hier? Oh, wat is het graag? Krijg ik een review van jou? Zeker, zo onprofessioneel mogelijk. Hoe lomper, hoe beter. Nee, ik ga niet lomper. Het is onwijs lekker. Ja? Ik ben normaal gesproken meer puur fan. Ja? Dus ik melk en wit. En hij is still lekker. Mm-hmm. Zeg je eten voor de camera onmogelijk. Ja. Ja. En moeders? Wat vinden we ervan? Ik vind hem zalig. Ja? Echt? Ik ben super trots op haar. En ik vind het een fantastische lekkere chocolade. Echt heel leuk. Het is leuk om het hier niet samen te doen. Oké, mevrouw, wat zegt u ervan? Heel gevaarlijk. Ja? Ja. Zeker omdat, je zo dicht op de supply zit nu, hè? Ben je een pallet? Dat kunnen we regelen. Ja. Heel lekker. Ja, hou je van zoet? Ja. Ja. Even met de chocolade. Even confetti. Ik heb regelmatig met Willem gewerkt, maar ik heb deze concentratie nog nooit gezien. Helemaal nieuw. Net waar je interesses liggen. Ja, precies. Ja. Ras, wat is jouw beoogde eindresultaat? Ik ben er nog niet. Nee? Maar, het wordt een... Met Marije's chocolade erop. Het wordt herrie op een taart. Yeah. Oké. Okay. Ik vind het zo te gek dat ik deze kans heb gekregen van Hands of My Chocolate. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal de reep gaan proberen. Laat me weten wat je ervan vindt. Stuur me vooral foto's via Instagram ook. Dat vind ik te gek. Als je nog vragen hebt, laat het me zeker weten in de comments. Oh, en als je ons ook nog wil helpen... Mocht mijn reep nou niet bij jou in de supermarkt liggen, dan moet je dat eventjes aanvragen op de website van je supermarkt of via social media. Dan help je ons en help je natuurlijk jezelf. Bedankt voor het mede mogelijk maken van mijn droom, want ook zonder jullie was het absoluut niet gelukt. Mwah.